Welkom bij de avonturen met Wilco in de jungle. Tum tum tum. Een hele goede morgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en Molly staat hier achterin te springen. Hi, ik zwaai. Hi. Hola. Wij staan momenteel bij de krokodillenpark ding, maar ze ook grote schildpadjes hebben. Dus daar gaan we eerst heen. Dus denk ik, welke was je ontbijt? Nou, die heb ik al lang op. Het heet officieel La Vanille Nature Park. La Vanille Nature Park, waar ze dus ook krokodillen hebben. En hier hebben we de ingang. Dus, ik ben benieuwd. En we zijn binnen. En wederom, met de hulp van het President's Permit, betalen wij maar de helft. Dat is toch fijn. Lang leven, being a resident. Hier hebben we de kaart. En toen we hier naartoe gingen, dacht ik dat het eigenlijk alleen met krokodillen was. Maar het is eigenlijk dus veel meer. Want naast de gigantische krokodillen, hebben ze hier ook schildpadjes. Nou ja, schildpadjes, schildpaden. Die zijn huge. Nou, deze vallen wel iets mee, maar er lopen er een paar rond dat je denkt van... What? Kijk, een schildpad die aan het eten is. Oh, wat schattig. Oh. Om, 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 om. Jullie staan momenteel op de schild van het schildpad. En hij kijkt een beetje verbaasd bij ze van, what are you doing? Maar dat maakt niet uit. Deze Hendrik wilde ook even kijken. Die komt gewoon even langs. Die komt even buurten en hij loopt er bijna over. Waarom noem ik hem Hendrik? Geen idee. Hoi Henk. Dit is Hendrik. Oh, dit is schildpad love. Schildpad love. Ja, oh, wat gaat er gebeuren? Dit is spannend. Het is een schildpadrace. Nee, Hendrik gaat Sonja niet achterna. Nee, toch niet. Nee. Het is niet zijn schildpadtype. Oh, jammer. Het grappige is als je hier loopt, het voelt een beetje alsof je in de jungle loopt. Dus momenteel is het... Welkom bij de avonturen met Wilco in de jungle. Tum tum tum. Hier achter mij zien jullie een van de eerste treinen die hier over het eiland heen raast. Oftewel een van de eerste treinen die ooit op Mauritius reden. En hij is gebouwd in Engeland. Nou, dat is toch weer even leuk. Momenteel zijn we in een soort van vlinderparadijs, maar ze zijn allemaal dood. Oh, wat zielen. En dit zijn allemaal vlinders met Maleisië eronder. Dus ik ga ervan uit dat deze vlinders in Maleisië rondfladderen. Dus, mijn Maleisische vriendjes, is het waar? Heb je ze gezien? Ja of nee? Laat me weten, vind ik leuk. Als iemand nog bang is voor spinnen, gelukkig zijn ze dood. Maar deze spin is bijna even groot als mijn hand. Die wil jij s'avonds niet over je hoofd hebben, wil ik ruiken. Nee! Deze vriendjes ook niet, maar dat maakt niet uit. Kijk, de krokodil uit Amerika. Uit de southeastern of the United States. Yay! Zal ik deze dan ook gaan zien in Florida? Oeh, spannend! Blijf kijken! Van de schildpadden, krokodillen en de monkeys en de vlinders naar de kinderboerderij. Met donkies. En schaapjes en kipjes en dingetjes en oh, zo schattig. Ik hoop dat ze ook varkentjes hebben. Of zelfs kerstdiner, dan dan dan! Ja hoor, ze hebben hier ook piggies. Oh, so cute. En geitjes, het is echt een complete children farm.
Hoe cool is het om zo'n kinderboerderij te hebben dan zo met die palmboompjes erachter? I love the view. En die geit staat er nog steeds. Rare geit. En dan gaat erop klimmen. Ja. Je voelt je toch wel een kind zo. Melissa! We gaan hoger en we gaan hoger. Hoe spendeer je je laatste weekend als een 19-jarige? Op een schommel van een 12-jarige. Oké. Okay. I'm gonna jump. Can I do that still? Tada! Hier, ik heb hem al. Wij gaan het kleine dierentuintje weer verlaten, zielig na al die diertjes weer gezien te hebben, maar nu gaan wij op zoek naar lunch. Oh, really? En dan komt Hilde met de auto vol met andere mensen, komen er ook nog bij en dan gaan we naar de Natural Bridge, naar de lunch. En wat dat is, dat zien jullie zo. We hebben geen lunchplaats kunnen vinden, maar we staan momenteel wel bij Point Natural, oftewel de Natural Bridge. Oeh, maar wat is het? Ja, een brug. Maar ja, wat voor brug? Oeh, gaan we zien. We gaan het gewoon allemaal lekker meemaken. Hier hebben we hem hoor. The Natural Bridge. Bijna 4 uur en nu is het tijd voor lunch. Eindelijk. So nice. If I didn't do it this morning, then I would. Maar het is een beetje. Ouderig. Het lijkt me Oostenrijk, joh. Ik vlog wel naar mijn helden. Lunch. Nom nom nom. En vlak voordat de zon onder zal gaan. Gaan we nog even naar Lupe. Oftewel, mooi strand. Zwemmen. Blub blub. Oh, na een kleine duik genomen te hebben, afgedroogd te hebben. De zon is zo ongeveer bijna onder. Dan gaan we weer de barre tocht van Blue Bay naar Flik en Plak maken. Nou ja, dat is drie kwartier, zoiets. Dus jullie zien me weer in Flik en Plak. Wat leuk. Oftewel van de oostkust helemaal weer terug naar de westkust. En wat zit mijn haar weer geweldig. En... hallo! 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 Pepernoten! Chocolade pepernoten. Ja! Nou, zoals jullie kunnen zien zijn wij weer veilig thuis. Hi! Hi. Ik heb even een kleine hamburger als avondeten gemaakt. Het is een... kleine creatie. En dan is het alweer zaterdagavond. Oh, tijd om te gaan slapen. Dan is er alweer een zaterdag voorbij. Er zijn er niet zoveel meer. Dan ben ik bijna thuis. Oh, jammer. Maar ja, kunnen we niks aan doen. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer. Oftewel, best wishes for Mauritius. Ciao.